we zijn hier vandaag bij Easy Games, alweer vanuit de Dungelo-park van Duinwaal. En ditmaal hebben wij twee drankjes meegenomen van thuis. De Summer Edition, abrikoos en aardbeiensmaak van Red Bull. En ik heb No Sugar, geen idee, wat is Fanta? Ja, wat de Fanta. Terwijl, wat de fuck Fanta? Ja. Nou, eerst op zich heeft het niet echt een geur. Het is smaakloze geur. Hier ruik je de aardbeien meer. Nou, dat wil ik nou ruiken. Moet je met die ruiken? Ik ruik je sowieso al aardbeien. Oh, en voor de QR-scanners, alsjeblieft, kunnen jullie meedoen met wat de Fanta? Nee, geen geur. Nee. Stimuleert lichaam en geest. Stik in mijn hoofd, jongen. Framboosachtig smaakt het, vind ik. Je ruikt de aardbei, maar je proeft abrikozen niet. Ik heb de frambozensmaak van de Fanta. Nee, blauwe bessen is het meer. Het heeft echt meer zo'n blauwe bessensmaak. Ook wel van blauwe bessen met framboos zijn dan. Nee, ik proef niet echt framboos. Ik wel. Ja. Ken je nagaan? Maar deze is wel lekker. Ken je nagaan dat je twee verschillende mensen hebt met twee verschillende smaken? Ja. Zij denkt dus framboos. Ja, blauwe bessen. Ik denk meer blauwe bessen. Maar het kan ook misschien zo zijn dat het een mix is van allebei. Kan ook. Maar als dat zou zijn, hè, Fanta, dan ben je... Oeh. Maar één ding, dan ben je echt aan het experimenteren, Fanta. Maar één ding, hè. Als het me nog gelukt, wil ik het meenemen uit het restaurant. Als het me gelukt. Ik heb van de week een No Sugar Sprite gedronken. Met lemon en met citroen. Oh ja, die. Ja, ja, die ja. Die was zo lekker. Ik ben graag van de Sprite, ben ik graag van de No Sugar. Waarom? Die heeft zo'n lekkere zomerse smaak. Dat er geen suiker in moet zitten. Mocht het niet zo zijn dat we het niet van de restaurant mee kunnen nemen. Dan nemen we gewoon de camera mee en dan gaan we daar wel ter plekke reviewen. Ja, dat is waar. Maar buiten dat zijn deze twee niet slecht. Dit wordt onze nummer 1 en dit wordt onze nummer 2. Maar als we dat gaan doen, dan gebruik ik wel mijn telefoon voor de microfoon. Zodat de kwaliteit qua geluid beter is. Want het is natuurlijk herrie daar zo. En ik heb nog niet zo'n ja, klik dingetje zoals wat Enzo heeft, bijvoorbeeld, of andere YouTubers hebben. Dus dan gebruik ik gewoon mijn telefoon als microfoon. Want dan is de kwaliteit qua stem veel beter natuurlijk. Ja, maar vooral bij deze vind ik deze lekker. Die zou ik zo weer kopen, maar het is een helaas de zomer edition, dus die zou niet te koop zijn meer. Ja, never say never, hè. Nou, voor je het weet dat we gaan boodschappen doen thuis en dan is die daar. En ja, het is bijvoorbeeld 0 graden of zo buiten. Ja, maar weet je, het is een zomereditie blijft vaak alleen maar in de zomer terecht. Dan heb je hem niet meer. Ze moeten een paar voorraadjes overnemen. Dat kost je vaak gewoon met ja, ik heb altijd geleerd never say never. Ja, je weet het nooit, nee. Oh ja, en dan wil ik nog één ding zeggen. Wij hebben gisteren iets leuks gedaan. Ja, hier zat dus, wat was het? IJs? Er zaten van die ronde ijsballetjes in, heel mini. En dat waren dan mini bolletjes, noem ik het maar. Ik had dan de roze variant en zij had dan de gele variant. Kreeg die twee schattige kleine mini lippertjes bij. Zij had met cookies en cream en ik had met chocola. Maar met chocola smelde wel een beetje te hard door de zon. Ja. Had jij dat ook? Ja, een beetje wel ja. Maar ze waren wel lekker. Voor die prijs waren ze te doen. Had het bakje wel iets groter gemogen, maar voor de prijs waren ze dus. Vond ik wel een leuke toevoeging. Ja.
In ieder geval vonden jullie deze review leuk. Geef een duimpje omhoog. Deel met je vrienden. En ben je nieuw? Abonneer je op mijn YouTube kanaal voor meer content als deze. En uiteraard andere content. En dan zou ik zeggen, een fijne dag verder. Doei doei!